Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat Nederland goed te zien is. De zon schijnt volop. En dat geldt trouwens ook voor België, het westen van Duitsland en een flink deel van Frankrijk. En dat heeft allemaal met elkaar te maken, want het wordt veroorzaakt door een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied dat gaat zich geleidelijk verder uitbreiden. Op de computerberekeningen kunnen we dat ook zien. Het hoge drukgebied wordt steeds prominenter en uiteindelijk komt het centrum ervan boven Denemarken te liggen. Aan de zuidkant van het hoge drukgebied stroomt warme lucht geleidelijk vanuit het oosten richting Nederland. Vanavond is het ook zo goed als onbewolkt. Zo rond 8 uur, op tijd van de dode herdenking, is het 12 graden in het noordwesten tot 16 graden in Limburg. En er staat over het algemeen weinig wind. Later op de avond gaat de temperatuur verder dalen en komende nacht uiteindelijk komen de minima uit tussen zo'n 8 graden in het zuiden en lokaal nog 3 graden in het noorden van het land. En zeker daar zou ook lokaal vorst aan de grond nog kunnen optreden. De wind is zwak uit een meest oostelijke richting. Ja, en dan morgen, bevrijdingsdag 5 mei. Op deze prachtige foto zien we dat er veel blauwe lucht is. En dat zal er in werkelijkheid morgen ook zijn, want de zon schijnt echt volop. In de loop van de dag trekt een klein bandje met wat hoge bewolking van noord naar zuid over het land. Maar de zon wordt daar amper door afgeschermd. Maar al met al dus een zonnig weerbeeld. Er waait een matige wind uit oostelijke richting, meestal kracht 3, en die voert alweer wat warmere lucht aan in vergelijking met vandaag, die vandaag. De frisse ondertoon van de laatste dagen die gaat er echt wel uit. Het wordt zo'n 19 graden in de noordelijke provincies en 20 tot lokaal 23 graden in Limburg. En daarmee is het gewoon een warme dag op een heleboel plaatsen. Ja, en daar houdt het eigenlijk niet bij op, want zondag, maandag en dinsdag hebben we alleen maar zon in de plaatjes staan. Het blijft uiteraard daarbij droog en bij een overwegend matige oostelijke wind wordt geleidelijk steeds zachtere, warmere lucht, moet ik zeggen, nog aangevoerd. Op zondag wordt het 22 tot regionaal al een zomers 25 graden. Op maandag zal het in het binnenland op een heleboel plaatsen 25 of wel 26 graden worden. En op dinsdag dan wordt het de warmste dag met 24 tot 27. 22 graden. Alleen op de stranden blijft het kwik misschien een beetje achter... maar een echte wind van zee verwachten we niet. Ja, en is er dan geen einde aan dat prachtige lenteweer? Ja, nou, helaas wel. We zien in de 15-daagse verwachting dat vanaf woensdag de onzekerheid al wat begint toe te nemen. Waarschijnlijk in de loop van de woensdag gaan er stapelwolken ontstaan en in het zuiden van het land zou dan, dan al een enkele regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar de echte terugval in de temperatuur, die zien we pas op de donderdag terug in de grafiek. Er zit nog wel wat onzekerheid omheen en dan met name de warme kant op, dus misschien valt het zelfs nog wel mee. Maar waarschijnlijk gaan we dus wel een stapje terug doen naar ongeveer 20 graden in de middag en daarbij wordt het ook een beetje wat wisselvalliger. Er zijn meer Wolken in het weerbeeld, en er kunnen een paar buien af en toe overtrekken. Maar al met al is het toch nog wel best aardig lenteweer. Namens Weerplaza wens ik u alvast een hele goede bevrijdingsdag toe. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.